Ik vind het een ontzettend leuke rally, omdat die leuk uitgezet is. Het is een gezellige rally, er zijn gezellige mensen. Het is een mooi gebied. Breda Nu. Breda Nu is bij de Bredaanse Lions Rally en ze kunnen er ieder moment aankomen. 80 auto's in allerlei kleuren, soorten en maten, maar voornamelijk al oldtimers. Dat vind ik wel heel erg leuk. Kijk mee. Wat doen jullie? Ja, wij zijn een serviceclub, zoals dat heet. Wij organiseren activiteiten waarmee we geld inzamelen. We zijn ook een gezelligheidsclub. We komen twee keer per maand bij elkaar. Onze activiteiten zijn allemaal in Breda en omgeving. En meestal steunen wij ook lokale doelen. Lokale goede doelen. Wij zijn Stichting 6, zelfstandig en toch samen. Wij zijn een woonproject voor mensen met een verstandelijke beperking in het Ginneke. En wij hebben dus een woonvoorziening opgezet voor 15 bewoners. En de Lions Club sponsort jullie dit jaar? Ja, wij zijn dit jaar het goede doel van de Lions Club. Dus we worden gesponsord met een mooi bedrag. Dus, ja. En moet je per se een mooie oldtimer hebben? Of? Nee, het is begonnen als oldtimer en cabrio rally. Maar we hebben een aantal jaar geleden gezegd, iedereen die het leuk vindt om aan zo'n... Eigenlijk is het een puzzelrit. Ja. Het gaat niet om snelheid, wie het hardste gaat. We hebben gezegd, nou, dat is gewoon iedereen die eraan mee wil doen, die mag meedoen. Wat voor auto dan ook. Ik vind het een ontzettend leuke rally, omdat die leuk uitgezet is. Het is een gezellige rally, er zijn gezellige mensen. Het is een mooi gebied. Wij komen hier helemaal niet vandaan, maar we vinden het heel leuk om in dit gebied te rijden. En het is niet de eerste keer dat we eraan meedoen. En we hebben ook al heel vaak aan de uitzetters, de rally van de uitzetters meegedaan, de 6 uur van Breda. Ja. Ik al voor de 20ste keer. Wat is het leukste om mee te doen aan zo'n Lions rally? Het goede doel? Of? Nou, eigenlijk gewoon de hele dag samen bezig zijn met de auto en met z'n tweeën. Navigeren en zorgen dat we zo weinig mogelijk strafpunten halen. Ah, ja. Zo. Hey, maar doe je dat met navigatie of op de ouderwetse manier? Zo, dit is de navigatie. Dit en ik. Ja? Oké, dus je gebruikt geen TomTom, jij bent echt een navigator? Ja, en de kaart. Ja, want u vindt het autorijden leuk, maar vindt u het ook belangrijk dat er een goed doel aan verbonden is? Ja, dat is een goede bijkomstigheid, super, ja. Breda Nu.